De legislatuur van het Vlaams parlement zit er bijna op. N-VA, CD&V en OpenVLD vormden samen tussen 2014 en 2019 de meerderheid in de koepelzaal. Samen met Bart Somers, fractieleider van OpenVLD, maakt Joris van der Poorten het rapport op van de leden van het Vlaams parlement, de regering en hun beleid. In de aanloop naar de verkiezingen praat ik met de 6 fractieleiders van de partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement. Mijn gast vandaag is Bart Somers van OpenVLD. Dag meneer Somers. Goeiedag. Ja, hoe blikt u terug op de afgelopen legislatuur? Ja, eigenlijk wel tevreden. Als je kijkt van waar we starten. We moesten toen toch een tekort van 2 miljard goedmaken, onder meer door de nieuwe staatsverordening, de 6e staatsverordening, die nogal wat bevoegdheden, maar niet altijd evenveel middelen doorschoof naar Vlaanderen. Wat op zich wel een goede zaak was, maar wel een financiële uitdaging. Als je dan kijkt wat we gedaan hebben, ja, dan zijn we erin geslaagd om die operatie tot een goed einde te brengen. De begroting is in evenwicht. We hebben de voorbije 2 jaar zelfs een overschot. En we hebben ook onze belofte nagekomen dat we meer dan 1,5 miljard euro in 2019 meer zouden investeren dan in 2014. Dat is een mooi resultaat. Ja, ik wil straks terugkomen op die begroting. Maar ik wil eerst eens terugkeren naar het begin van die legislatuur. Uw partij, OpenVLD, is aan die coalitie toegevoegd toen die eigenlijk al gevormd was, toen het regeerakkoord al geschreven was. Hoe moeilijk was het om dan nog liberale accenten te leggen? Want goed, dat document lag er, hè? Wel, kijk, we zijn er inderdaad erg laat bijgekomen. Het heeft te maken met het feit dat onze partijvoorzitter terecht vroeg dat wij op alle niveaus zouden kunnen vertegenwoordigd zijn. Er was toen al een heel onderhandelingsproces dat plaatsgevonden had tussen CD&V en N-VA. En ook omdat Charles Michel zei, laat in Vlaanderen de liberalen ook maar meespelen. Omdat wij dat ook vroegen, omdat er anders geen regering zou zijn. Dat is ook de logica, dat je op die twee niveaus kan meespelen. En ik moet zeggen dat als je kijkt de evolutie van waar we toen startten, waar men toen wat naar ons keek van ja, dat is wat het vijfde wiel aan de wagen. En je ziet vandaag de verhoudingen zowel in de regering als in het parlement. Dan zie je dat we toch wel uitgegroeid zijn tot een partij die daar haar volwaardige plaats heeft veroverd. Geef eens een paar concrete voorbeelden van die liberale accenten die u dan gelegd heeft de afgelopen jaren. Kijken we naar wat Bart Ommelijn gedaan heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de dag in Vlaanderen een beleid kunnen voeren op vlak van energie, waarbij mensen heel goed hebben begrepen dat investeren bijvoorbeeld in zonnepanelen of in windenergie, dat niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook heel goed kan zijn voor de portemonnee. En dat is heel belangrijk om draagvlak te creëren, want je kan heel hard roepen naar klimaatmaatregelen, maar als de bevolking niet mee wil of niet bereid is om daarmee aan te participeren, dan raak je niet vooruit. En hier heb je eigenlijk van een situatie die in een zeer negatief klimaat zat door de vrije facturen, hè. Dus de put die moest gedelgd worden, zijn we erin geslaagd. En Bart Ommelijn heeft dat schitterend gedaan om ervoor te zorgen dat mensen begrepen dat investeren in klimaat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook goed kan zijn voor de portemonnee. De rapporten die we nu her en der kunnen lezen over de afgelopen legislatuur, ja, daarin kan je lezen dat dat inderdaad een van zijn grootste verdiensten was, dat hij dat opnieuw aantrekkelijk heeft gemaakt. Nochtans, er was ook kritiek vanuit het parlement. Vorig jaar nog, toen Europa de doelstellingen voor energie-efficiëntie wil aanscherpen, heeft Vlaanderen mee op de rem gestaan. En toen was hij wel minister, hè? Dus de Vlaamse regering heeft in zijn totaliteit echt getracht om daar zo ambitieus mogelijk in te zijn. En evident, en dat weten we allemaal, zullen we de volgende jaren nog meer moeten doen. Maar wat heel belangrijk was, is dat het klimaat, de omslag, het mobiliseren van de samenleving om samen te werken, daarmee de schouders rond te zetten, dat echt wel de verdienste is geweest van Bart Ommelijn. Dat lezen we ook vandaag her en der, dat hij inderdaad die zonnepanelen terug populair heeft gemaakt. Maar goed, die stemming toen binnen Europa, waarbij Vlaanderen op de rem stond om die scherpere energiedoelstellingen, ja, om daar niet in mee te gaan, blijft dat toch niet hangen ergens? Ik heb het gevoel van niet, omdat je mag niet vergeten dat die afspraken die wij moeten maken, moeten wij ook binnen een Belgische context maken. En voor het zuiden van het land is het nu eenmaal, let op de geografie. Meer bossen. Meer bossen, meer ruimte, minder chemische industrie bijvoorbeeld. Is het een stuk gemakkelijker om die doelstellingen na te streven. En dus daar zou je eigenlijk de volgende jaren tot een goed evenwicht moeten komen tussen het zuiden en het noorden van het land. Hoor ik kunnen zeggen, had er meer solidariteit geweest vanuit Franstalig België dan had die stemming anders verlopen? Ik denk dat daar een verantwoordelijkheid ook voor het zuiden van het land ligt. Ja. Wat niet wegneemt, dat we ook zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen en de komende jaren moeten kijken hoe we nog verder
verdere stappen kunnen zetten. En ik geloof ook dat we dat kunnen, zeker met de innovatie die we zien op vlak van wat er mogelijk is technologisch, dat we daar ook de komende jaren zeker nog een tand moeten bijsteken, nog verder moeten gaan. Het werk is daar absoluut niet af. Maar alleszins heeft Bartomelijn van die tanker kunnen keren in de goede richtingen. En nu zitten we denk ik terug op een goed spoor. Ja, ik wil nog eens terugkeren naar die vrije factuur waar u het over heeft. U zegt vrije factuur, anderen zullen zeggen, nee, het was de turteltax die nodig was om energieheffing, om de schuld die ontstaan was, daardoor af te lossen. Ontstaan door de subsidiëring van zonnepanelen, apropos ingevoerd in een Vlaamse regering onder leiding van Patrick de Waal, nee? Nee, absoluut niet. Hè. Dus de vrije facturen, dus de subsidiëring, de oversubsidiëring, is volledig tot stand gekomen in een regering waar Open VLD niet in aanwezig was. Maar goed, hoe blikt u terug op die, episode? Maar dat is niet zomaar, dat kunnen we niet zomaar wegzetten, want dat is heel belangrijk. Hè. Toen is er een ontsporing gebeurd van miljarden euro's. Waar men absoluut niet meer begreep dat op een zeker moment zonnepanelen eigenlijk die subsidies niet meer nodig hadden, maar men gewoon de kraan heeft laten openstaan. En daar zijn wij bij het begin van deze nieuwe regeerperiode mee geconfronteerd geworden. Mm-hmm. Dat was een heel moeilijk verhaal. En hoe hebben we dat kunnen oplossen? Dankzij het feit dat wij niet bereid waren, en we hebben daar voet bij stuk gehouden, om biomassa-centrales, die niet langer te subsidiëren, waar de handtekening onder staat van onder meer de toenmalige kabinetchef, mijn goede collega Joris van den Broeke, die vandaag SPA-fractieleider was, maar toen kabinetchef was van Vrijen van den Bossen, die mee dat contract ondertekend had, miljardencontract, dat eigenlijk ecologisch en vanuit klimaatcontext helemaal niet verdedigbaar was, maar wel paste binnen een soort juridisch framework. En wij hebben gelukkig dat kunnen tegenhouden. En dat is een van de maatregelen, belangrijke maatregelen, die ook Bartomelijn heeft kunnen nemen en daarvoor ook Annemie Truttelboom daar al volop mee bezig was, die ervoor gezorgd heeft dat die vrije factuur gelukkig niet langer meer moest betaald worden. Ja, maar nu gaan we van de zonnepanelen naar die biomassa-centrale. Toch nog eens terugkeren naar die zonnepanelen, want in het begin van de legislatuur was er die episode met de turteltax, zoals die toen werd genoemd, die heffing om die schuld af te lossen, die ook Annemie Turtelboom heeft toen opstappen. Hoe blikt u daarop terug, op die episode? Een heel moeilijke periode, evident. Hè? Dus dat is je wordt deel van een regering, blijkt dat daar een enorm lijk in de kast ligt, dat miljarden euro's kost aan de Vlaamse belastingbetaler, opgebouwd uit een onverantwoord beleid van het verleden. En je moet daar ook. Was dan nodig dat zij opstapte? Ik denk, dat is een keuze die ze uiteindelijk zelf heeft gemaakt. Hè. Dat is altijd pijnlijk, dat is nooit niet gemakkelijk. Dat is een episode die nu al een stukje achter ons ligt. Bart is dan met een nieuwe laan kunnen beginnen en is er dan in geslaagd om die Gordiaanse knoop te ontwarren, onder meer door Langerlo en ze verder van de baan te helpen, van tafel te vegen en ervoor te zorgen dat we op een meer positieve manier met die energie om kunnen gaan, waardoor ook die factuur is kunnen wegvallen. Ja, Langerlo, voor goed begrip, dat is dus die biomassa-centrale. Deze meerderheid had de ambitie om het klimaatbeleid onder meer mee vorm te geven door een betonstop in te voeren. De vier decreten die dat moeten mogelijk maken zijn uiteindelijk niet gestemd in deze legislatuur. Het zal voor de volgende zijn en dan wordt ook wel naar uw partij gekeken. Hè. De Open VLD heeft moeilijk gedaan over de compensering van eigenaars van gronden die mogelijk geen bouwgrond meer zullen zijn. En dat zogeheten instrumentendecreet voelde zich aangesproken. Is het jullie schuld dat de betonstop er nog niet is vandaag? Heel raar, hè? Volgens sommigen zijn wij het vijfwiel aan de wagen en dan ineens zijn we de centrale speler, de spelverdeler, die alles mogelijk maakt en niet mogelijk maakt. De kruis hebben we toch wel moeilijk gedaan, hè? Wij hebben daar gewaakt. Voor alle duidelijkheid, wij als partij zijn we absoluut voor die betonstop. Mm-hmm. Of die bouwshift, hè, wat misschien een veel beter woord is. Want als je zegt betonstop, denk je mensen, er gaat niet meer kunnen gebouwd worden. Er zal in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer moeten gebouwd worden. Als we al onze woningen willen aanpassen en goed isoleren en zorgen dat ze vandaag beantwoorden aan de nieuwste energienormen, dan gaat onze bouwsector heel veel werk hebben. En gelukkig maar, hè, want zij zijn ook een stuk de motor van onze economie. Alleen gaan we dat niet meer doen in open ruimte. En dus wij als partij zijn absoluut voorstander van die bouwshift of die betonstop. Hè. We willen absoluut niet dat er nieuwe ruimte wordt aangezet. Dus met de doelstellingen zijn we het eens. Alleen vinden wij het als partij heel belangrijk dat mensen die vandaag de dag een stuk bouwgrond hebben, daar morgen niet meer kan op gebouwd worden, dat die ook 100% vergoed worden. Want anders ga je opnieuw geen enkel draagvlak vinden in de samenleving om dat mogelijk te maken. Twee,
En dat is de reden waarom dat het nu niet doorgegaan is. Dat heeft niet te maken met een politiek verzet, maar het inzicht dat wat er op tafel lag niet rijp was. Onmiddellijk zou vernietigd worden door de Raad van State. En dan staan we geen stap verder. Dan spelen we een stuk komedie met de Vlaamse bevolking. Ja, de Vlaamse Raad van State die gezegd heeft, er moet eigenlijk een merk geschreven worden. En dus dan kun jij misschien wel stemmen en kan je doen alsof dat er een bouwstop is. Maar de eerste, de beste persoon die naar de Raad van State stapt of naar de rechtbank stapt, die gaat daar zijn gelijk halen. En daar was men het eigenlijk in de schoot van de regering wel over eens. Sommige mensen wensten dat te maskeren, zeggen we lopen toch maar vooruit en we zien wel, struisvogelpolitiek. Ik denk dat dat niet de juiste methode van werken is. Het is veel beter dat je dan die mer ook maakt en dat je dan op een solide basis die bouwschift doorvoert, gekoppeld aan een 100% compensatie van eigenaars, want dat is de enige manier waarop je... Het stond bijna met zoveel woorden in dat instrumentendecreet. Voilà. Ja. Moet er nu eigenlijk herbouwen worden? En daar, als ik mag zeggen, als we ergens moeilijk over gedaan hebben, is het daarover dat we moeilijk gedaan hebben. Sommige partijen stappen daar licht over, vinden dat eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Terwijl je natuurlijk voor ons, wij willen de partij zijn die ook het eigendomsrecht verdedigt. Als mensen een stukje grond hebben geërfd of een stukje grond hebben aangekocht, ja, dan zou door een lichtzinnige politiek die ineens al hun spaarcenten kwijt zijn... Ook al zie je licht aan een in een gebied waar geen weg langs komt, waar wij geen voorzieningen zijn. Wij vragen dat er een 100% van de reële waarde, die evident als je een stukje bosgrond hebt, moet die niet vergoed worden als bouwgrond. Maar als jij bouwgrond hebt waarop kan gebouwd worden, is dat evident dat die 100% vergoed wordt. Ongeacht waar die ligt. Als het bouwgrond is, als het een perceel is waar ik morgen kan opbouwen, waar ik morgen voor mijn kinderen een woning kan opbouwen en de Vlaamse overheid beslist dat dat overmorgen niet meer kan, dan is het niet meer dan normaal dat mensen vergoed worden. Anders is dat maar eigenlijk nogmaals, een soort... ongeacht waar die grond ligt. Als die grond vandaag de dag bebouwd kan worden, mm-hmm, moet die aan de waarde van bouwgrond kunnen worden vergoed. En dat is het beschermen van het eigendomsrecht, want anders zijn we gewoon... eigendom van mensen in het beslag aan het nemen. En dan voorspel ik u dat binnen de kortste keren in Vlaanderen geen enkel draagvlak meer is. En er zijn methoden, het instrumentendecreet voorziet dat ook, om te verdichten, wat hoger te gaan, te compenseren op verschillende manieren, waardoor dit ook wel mogelijk wordt. Dus ja, wij willen absoluut die omslag naar verdichting in de kernen van dorpen en steden gaan wonen, maar met een heel waakzaam oog naar de eigendomsrechten van mensen. Als hier in de volgende legislatuur wordt verder gewerkt, moet er herbegonnen worden van een wit blad of kan men verder werken op wat er nu op tafel is? Ik denk dat er al heel veel werk gedaan is. Ik denk niet dat je noodzakelijk van een wit blad moet beginnen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we juridisch een sluitend verhaal schrijven, een sluitend decreet maken. Ja, en komt dat statiegeld op blikjes en plastic flessen eruit? Dat zal een voorwerp zijn van verder discussie. Ik denk dat wij principieel moeten openstaan voor elke maatregel. Maar ik denk dat je elke maatregel op zijn waarde moet bekijken. Want goed, de afgelopen legislatuur waren jullie geen fan, hè? Nee, daar was ook in onze partij discussie over. Ik moet daar ook niet flauw over doen. Ik zelf was wel wat meer geneigd om daar voorstander van te zijn. Er zijn ook argumenten om dat niet te doen. Heeft Mechelen de statiegeldalliantie getekend? Wij hebben de statiegeldalliantie getekend, ja. Ja. Vandaar dat u zegt, is van mij afhangen. Ja, en er zijn nog andere mensen in mijn partij, maar ik denk dat in alle partijen daar wel wat discussie over was. Ik vind dat iets is dat voortschrijdend inzicht behoeft, dat we daar verder moeten over debatteren en dat we moeten zoeken naar de beste manier van hoe kunnen we afval voorkomen, hoe kunnen we verpakkingsafval zoveel mogelijk voorkomen en hoe kunnen we zo goed mogelijk dat afval, als dat er is, recycleren, hergebruiken en dergelijke meer. Ja, maar goed, uit heel wat onderzoek blijkt dat de Vlaming zich blauw ergert, hè, aan zwerfvuil. Ah, absoluut. En als burgemeester kan ik dat alleen maar beamen. Dat is ook zo. Nu, we zijn al een hele poos bezig over die afgelopen legislatuur. Laat ons dit vooruitblikken. Maar als ik nog even mag, sommige Vlamingen zouden zich ook wel blauw ergeren dat ze met hun blikjes naar een supermarkt moeten gaan en daar die één voor één ergens insteken. Vlamingen zijn daar soms ook een beetje dubbel in. Ja. Hè? Dus ik denk dat dat ook een stuk mentaliteitsevolutie is. Ik zal bij mijn bak met de flesjes trappisten zetten, hoor, als ik naar de winkel ga. Je drinkt veel trappisten. Ja, af en toe een orval. Lekker. Okay. We zijn al een hele poos bezig over de voorbije legislatuur. Laat ons eens vooruitblikken naar de volgende. Het M-decreet, hè? Want het onderwijs, daar is... De gemoederen zijn heel vaak verhit geraakt als erover wordt gedebatteerd in het parlement. Het M-decreet is wel in de vorige legislatuur gestemd. Jullie hebben niet meegestemd. Wij hebben daarvoor gewaarschuwd. Maar goed, het is deze legislatuur wel ingevoerd. En dan lees ik jullie 12-puntenplan voor het Vlaamse onderwijs. En uw partij vraagt naar een diepgaande hervorming van dat M-decreet. In welke richting zal het moeten hervormd worden? Ja. Misschien eerst eens opmerken dat het in ons gesprek opvalt dat er nogal wat serieuze problemen geërfd zijn met het begin van deze regering en dat onze partij er toch in geslaagd is om samen met de andere collega's een aantal van die problemen van het verleden op te lossen.
Een probleem dat we hier geërfd hebben, is het M-decreet, is dat, en we hebben daar toen heel uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, dat men een bepaalde filosofie hanteerde, maar niet de nodige middelen voorzag om dat op een heel goede manier in te voeren. Waardoor je vandaag de dag heel veel frustratie hebt in sommige scholen, bij leerkrachten, ouders en dergelijke meer. Dus ik denk dat je heel het onderwijsdebat echt eens heel grondig moet bekijken. U weet waar onze nadruk op ligt. Wij zeggen, we moeten echt beginnen bij dat kleuter en dat lager onderwijs. We moeten dat versterken, we moeten ook talenkennis versterken. Zeker in een superdiverse samenleving. Jullie pleiten voor immersie, leerplicht van 3 jaar. In een superdiverse samenleving is dat heel belangrijk. We willen ook een samenleving van gelijke kansen, is dat heel belangrijk. Omdat niet iedereen op dezelfde manier start. Dus je moet dat daar doen. Want als je wilt remediëren vanaf het secundaire onderwijs, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. En dan dreigt er inderdaad de neiging om te zeggen van kijk, om dan toch iedereen aan boord te krijgen, gaan we de lat wat lager leggen. Ik denk dat de filosofie van ons moet zijn de lat hoog, maar de drempels laag. En die drempels beginnen in het kleuter en het lager onderwijs. En wat heel specifiek over het M-decreet betreft, ja, denk ik dat de filosofie om mensen samen, ook in die diversiteit, de diversiteit van misschien mensen die andere mogelijkheden hebben of wat beperkingen hebben. De VN vraagt het ook, ja, hè? Om samen te werken. Dat je dat moet kijken, dat je dat moet uitbouwen op een manier dat het draagbaar is voor de scholen. Met andere woorden, dat meer middelen, meer mensen? Dat er voldoende middelen misschien heroriënteerd moeten worden. Dat je dat misschien op een andere manier moet organiseren. Dat je alleszins moet de kwaliteit moet garanderen. Want anders zijn we alleen maar verliezers aan het creëren. De leerkrachten, de ouders van de kinderen met een beperking, de andere ouders. En dan zetten we mensen tegen elkaar op. Want net de bedoeling van heel het decreet is het omgekeerde te bereiken. Ja, ik hoor zeggen, laat ons aan de middelen die er vandaag zijn heroriënteren. Daarom niet noodzakelijk meer middelen? Niet noodzakelijk. Evident zal er wel een groeipad zijn voor het onderwijs, maar er is voorbije jaar... Net, ik ben trots op de begroting in evenwicht. Ja, en er is voorbije jaar 1,8 miljard uit het hoofd bijgekomen voor onderwijs. Deze legislatuur, er is wel wat extra geld gegaan. Heel wat extra geld gegaan aan het onderwijs. Maar er zijn ook efficiëntiewinsten te boeken. Wij zitten nog te veel in die nette filosofie, hè, waarbij dat ondersteuning van scholen, van netten, nog altijd naast elkaar en niet met elkaar gebeurt. En dan de CLB's waar mensen onvoldoende samenwerken. Als je weet dat er 1 persoon per 8 leerlingen aanwezig is in het onderwijs en dat sommige klassen nog altijd 25, 30 leerlingen hebben, dan zie je dat er dingen zijn die daar nog niet kloppen. Ik denk dat ook de overlast, de paparazzenwinkel, de bureaucratie kan verminderd worden en dat je daar een heel pak efficiëntiewinsten kunt maken die je kan gebruiken om inderdaad in de klaslokalen bij de leerlingen extra te investeren en extra dingen te doen. Sommige commentatoren voorspellen getouwtrek tussen CD&V en N-VA om die ministerportefeuille onderwijs. Is Open VLD geïnteresseerd? Zou het niet heel beschaafd zijn om eerst even de verkiezingen af te wachten? Want u zegt, er is een getouwtrek tussen N-VA en CD&V. Sommige commentatoren voorspellen getouwtrek. Als mensen dat horen in thuis, ja, dan zeggen die, waar moeten wij gaan stemmen? Blijkbaar gaat N-VA en CD&V samen al in de regering zitten. Maar stel dat u kan, zou u ja zeggen op een... Enfin, u niet, maar uw partij ja zeggen op een... Want Marleen van der Poorten is het al geweest. Ik denk onze benadering is, we hebben het inderdaad al uitgeoefend... Binnen de VGC is Guy van Hengel vandaag bevoegd voor onderwijs in Brussel. Voilà. Dus wij hebben daar al verantwoordelijkheid gedragen in het verleden. We hebben dat ook behoorlijk gedaan. Liberalen zijn van nature ook al georiënteerd op het onderwijs. Ik vind dat een belangrijk thema. Maar ik vind het echt heel voorbarig om hier nu over ministerposten te binnenspreken. De verkiezing moet er nog plaatsvinden. Laten we eerst nu eens over inhoud hebben, over de programma's die op tafel liggen, over de dingen die we moeten doen. En laten we dat na de verkiezing eens kijken. Welke partijen kunnen dan samen besturen? Hoe gaan we dat doen? En dan pas over die posten praten. Nu, onderwijs neemt een bijzonder grote hap uit de begroting. Die is bewaakt door een liberale minister. En je zei het al, eerst Annemie Turtelboom, nadien Bart Omlijn, tenslotte Lydia Peters. Die begroting is op orde. Nochtans, dat is alleen maar gelukt door de kosten voor de Oosterweelverbinding buiten de begroting te houden. Ja, maar daar heb je toch ondertussen zowat van iedereen die daarover een uitspraak moet doen gehoord dat dit een zeer verantwoorde manier van werken is. In het begin is daar heel veel discussie over geweest, maar ondertussen heeft ook het Rekenhof en een andere instantie daar toch heel duidelijk over uitgesproken. Daar zit een verdienmodel achter. Het zijn dusdanig zware investeringen lang in de tijd dat het heel moeilijk is om dat met de bestaande boekhoudkundige regels om dat gewoon op te nemen. Daar is door de regering terecht ook aan Europa regelmatig gevraagd, kunnen we dat niet spreiden? Want dat is eigenlijk een handicap voor kleinere, relatief kleinere regio's tegen grotere staten. Dus ik denk dat iedereen ondertussen wel aanvaardt dat, gelet ook op het terugverdienmodel, dat goed in elkaar zit, dat ook door het Rekenhof en door de Hoge Raad echt bevonden is als een systeem dat klopt, hè, waar de cijfers van kloppen.
dat je dat op een orthodoxe manier hebt aangepakt. En de rest van de begroting, ja, is een begroting die heel gezond is. Hè. Dus we hebben lastenverlagingen kunnen doorvoeren. Dat heeft ook opnieuw Bart Tommelijn gedaan. En tegelijkertijd is die begroting alleen in evenwicht. Die heeft zelfs een licht overschot. Hè. Zonder dat we extra belastingen hebben moeten heffen bij de mensen. Dat is dus op zich een opmerkelijke prestatie. Ja. Zeker als je ziet van waar we kwamen. Waar we toch een serieuze inspanning moesten doen. Nu, als ik die rapporten in de media dan lees over de Vlaamse regering, dan valt het mij op. Inderdaad, Bart Tommelijn heeft wel goede punten gekregen. Als ik het over die andere liberale minister heb, Sven Gats, dan viel het mij op dat die bij Brus, de Vlaams-Brusselse media, een hogere score heeft gekregen dan in de Vlaamse media. Hij is bevoegd voor Brussel, is ook bevoegd voor cultuur, heeft in het begin van de legislatuur moeten snoeien bij de kunstinstellingen, heeft beloofd er komt nog wel geld terug. Maar dat is er niet echt gekomen. Verklaart dat eventueel de reden waarom je Vlaanderen slechter scoort dan in Brussel? Ik denk dat niet. Ik denk dat Sven Gats een uitstekende minister van cultuur was. Je mag niet vergeten, hij heeft een aantal heel moeilijke dingen moeten doen. Hij heeft natuurlijk zoals iedereen moeten besparen, wat in die culturele sector sowieso niet eenvoudig is. Maar hij is er bijvoorbeeld wel in geslaagd om, en dat was een extra moeilijkheid, hij moest de culturele bevoegdheden van de provincies overnemen, ofwel naar Vlaanderen trekken ofwel doorduwen naar de steden en gemeenten. En eigenlijk is dat allemaal heel geruisloos gegaan. De culturele instellingen die beheerd werden door de provincies zijn in een veilige haven ondergebracht. Sommige lokaal, sommige meer door Vlaanderen gesteund. Dat is eigenlijk op een heel goede manier verlopen. Het tweede wat hij gedaan heeft, is erin geslaagd om de VRT... Wat meer op haar kerntaken terug te brengen en dat ook gedaan zonder dat daar echt een opstand is gebeurd, zonder dat je daar echt heel veel protest hebt gehoord. Dat is eigenlijk op een degelijke manier verlopen. En tenslotte, een ander ding dat mij zo bijgebleven is, is hij er ook een beleid beginnen te voeren waardoor er toch ook wat meer privaat geld kan gemobiliseerd worden voor culturele... Activiteit, investeren in cultuur en dergelijke meer. Taxelter dus, is natuurlijk wel federaal. Ja, I know. Maar ook daar heeft hij denk ik toch wel wat inspanningen gedaan. Dus ik vind eigenlijk dat zijn palmarès een goed palmarès is. Hij heeft minder in de contamine gezeten. Er is weinig polarisatie geweest rond cultuur. En dat maakt misschien dat je daardoor wat minder zichtbaar bent. Terwijl energie, belastingen, dat is natuurlijk iets waarmee je heel snel op de voorplan komt in het politieke debat. Was de enige moeilijkheid dan het radiofrequentieplan waar wat een poos geblokkeerd is geweest? Dat is ook niet gemakkelijk. Hè. Dat zijn ook heel veel spelers. En laten we eerlijk zijn, ik ben ook burgemeester. Ik ben ook bestookt geweest door mijn lokale radio's die dan allemaal willen lobbyen. En dat is opnieuw een moeilijk plan. En dat heeft... tijd gehad, maar ook daar heb je niet een totale ontwrichting gezien van het landschap. En heb je toch ook kunnen zien dat eigenlijk allemaal op het einde goed geland is en daarin blijft, heb ik toch het met gevoel... Met enige vertraging, maar toch... Met enige vertraging, maar er blijft ook niet zoveel frustratie. Maar ik heb liever dat dingen wat trager gaan, maar dat het uiteindelijk op een goede manier landt zonder dat er blijvende frustratie is, dan dat je dingen forceert, waardoor je soms een landschap ontwricht. Ja, wat een aantal hoofdredacteurs de afgelopen dagen heeft geschreven, is dat in die rapporten de perceptie toch nog altijd ontstaat dat die regionale niveau waaronder het Vlaamse nog vaak in de schaduw staat van het federale niveau zakelijk, maar in de schaduw. Bent u het daarmee eens? Ik ben het daar nu wel wat mee eens, ja. En dat heeft met verschillende zaken te maken. Dat is dat men in dit parlement iets minder ideologisch functioneert. Hè. Ik heb ook in het federaal parlement gezeten, daar voel je veel meer de ideologische dimensie van de politiek. Je hebt daar natuurlijk een extra dimensie van Vlaming en Franstalige die daarbij komt. Ik denk ook een beetje de thema's. Hè. Als je sociale zekerheid, veiligheid enzovoort, zijn toch dingen die heel in de belangstelling zitten. Maar ik vind ook dat we op een aantal dingen ook ambitieuzer hadden kunnen zijn. Had het ook niet te maken met de aanpak van de regering? Ja, inderdaad, ja, dat zakelijk, dat koelen? Ja, dat is een stukje zo. Een stukje te weinig bevlogenheid misschien soms. Hè, van... Ik vind dat wij, de minister-president Geert Bourgeois, heeft dat zeker goed gedaan. Hè. Ik kan niet zeggen dat hij dat slecht heeft gedaan, maar daar zat ook te weinig bevlogenheid in. Je zou bijna de houding van een Geert Bourgeois verwacht hebben van een nationalistische minister in een federale regering. Ik vond dat er meer mogelijk was. Ik geef een voorbeeld. Heel de discussie rond de verkleuring van Vlaanderen, de diversiteit, een moeilijk debat, een moeilijk thema, waar ook heel veel emoties rond zijn. Het debat hebben wij hier niet voldoende gevoerd. Ik heb hem toch een paar keer horen zeggen, ik wil een inclusief Vlaanderen. Ja, maar je kon daar meer mee gedaan hebben. Ik vind dat daar mevrouw Homans zich heel sterk, minister Homans, heel sterk daar wat geparkeerd is op het polariserende. Te weinig echt heeft nagedacht, hoe kan ik hier vernieuwing in brengen? Want
We mogen niet vergeten, we praten vaak over integratiebeleid en inburgeringsbeleid, maar de grote uitdaging in Vlaanderen is de tweede generatie en de derde generatie die geboren en getogen zijn in onze samenleving, waarvan kinderen met migratieroutes, bijvoorbeeld in mijn stad, de helft daarvan heeft als thuistaal het Nederlands, de helft al. Dat wil zeggen dat migrantengezinnen thuis Nederlands spreken met elkaar. En daar is niet de uitdaging meer van, ze moeten de taal leren enzovoort, maar de vraag is daar, hoe leven we samen? Hoe zorgen we voor gelijke kansen? Hoe vechten we tegen segregatie? Hoe voorkomen we ghettovorming? Daar ligt nog werk op de plank voor een volgende legislatuur. En daar vind ik dat mocht de Vlaamse regering daar echt een speerpunt van gemaakt hebben. En mevrouw Homans in plaats van daar heel defensief en heel polariseerd op gereageerd hebben, dat veel meer te omarmd hebben en daar werk van gemaakt hebben, was zelfs vanuit haar partijpolitieke, laat ik zeggen, achtergrond een prachtige uitdaging zou kunnen geweest zijn, dat heeft men verzaakt. En dat is een van de dingen waar Vlaanderen zelfs in Europa had kunnen voorop lopen, waar we nu, daar moeten we eerlijk in zijn, eigenlijk achterop lopen. Want de kloof tussen mensen met migratieroutes en niet-migratieroutes is te hoog, ook voor de tweede en de derde generatie, ook voor zij die een universitair diploma hebben gehaald, ook voor zij die zich volledig willen inpassen in onze samenleving, ook zij krijgen nog altijd geen gelijke kansen en leven nog te veel in gescheiden werelden. En dat moeten we aanpakken, ook vanuit een veiligheidsperspectief. Want onze steden dreigen daardoor plekken te worden waar mensen vervreemden van elkaar. En dan ontstaan er onveiligheidsproblemen en ontstaat er echt een veiligheidsissue. En ik zeg dat nu ook als burgemeester, omdat ik voel dat daar een winst te maken is in Vlaanderen die bijvoorbeeld niet gegrepen hebben. Maar goed, er zijn verkiezingen binnenkort. Het zal dan een uitdaging zijn misschien voor een volgende regering. Hoe blikt u terug op het werk van de mensen waar u dan de fractieleider van was, de fractievoorzitter van was? Ik ben daarnet nog eens gaan kijken naar de quoteringen die de kranten dan geven. Goed, op een fractie van 19 parlementsleden kom ik aan Freya Saes, Marino Keulen, Jodero, Schils, Martin Taalman en uzelf. 6 mensen die de helft halen van het aantal sterren dat wordt toegekend. Is dat niet een beetje mager toch? Ja, maar weet je, u moet dat toch wel heel erg relativeren. Als ik u één voorbeeld mag geven, is dat niet bij mijn partij hoort. Bart Wever had 0 op 5. Is dat een politicus die 0 op 5 betekent in onze samenleving? Of niet? Dat is een werk in het parlement. Ik neem die rankings absoluut niet serieus. Ik vind de basis waarop die gebeuren, ook hoe men dat doet, vind ik vaak ook weinig respectvol voor mensen. En ik zeg dat niet omdat ik zelf een probleem met die uitslag. Vorige keer was ik in het federaal parlement bij de beste. Ik heb nu 3,5 op 5, waar ik eigenlijk heel tevreden mee ben. En ook de commentaar is heel positief, maar ik vind dat daar een aantal mensen echt op een onrechtmatige, kort door de bocht manier worden behandeld. Dus voor mij is dat geen criterium. Als ik kijk naar onze fractie als groep, dan is dat een groep die vanuit een heel moeilijke startpositie gestart is. Namelijk ja, een beetje de overbodige fractie in de meerderheid. Wat we in het gesprek zeiden, hè, erbij gekomen. En die uitgroeid is tot de centrale. Al vandaag de dag zijn wij vaak degene die onderhandelen tussen CD&V en N-VA. Die in heel veel van die debatten net centraal zijn gaan staan. En dat is de kracht van onze fractie, dat we daarin gelukt zijn. Of het nu over het energiedebat gaat, of het nu over het onderwijsdebat gaat met Jodero, of het over samenlevingsproblemen gaat met ondergetekend of Marino Keulen. Op elk van die debatten zijn we vandaag een spelverdeler geworden op het politieke speelveld. Dus ik ben daar eigenlijk heel tevreden over. Blij dat u tevreden bent, Bart Somers. Bedankt voor dit gesprek, beste kijker. Bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.